Goedemiddag kijkers, welkom bij Auto Siro. U heeft een Opel Movano gevonden. Het is een lengte 2, hoogte 2. Je lekker veel in vervoeren of je maakt er een camper van. 2.3 CDTI. Volledig onderhoudshistorie is bekend, heb ik al even opengelegd. Alle stempeltjes staan er netjes in. Er zit een deuk in de drempel zoals je licht kunt zien, maar voor de rest is het echt een keurig nette bus. Voor de zijpanelen de schuifdeur. De vloer ligt erin, hij is betimmerd. Tussenschot, dus je kunt hem helemaal tot bovenaan volladen. Mooie bekisting om de wielkast heen, zodat hij ook netjes blijft. Spatlappen achterop. Hij is al voorzien van een trekhaak, dat is erg prettig. Technische inspectie gehad in de werkplaats. Goede staat, ook technisch. Ja, voor de rest op de drempel na is hij ook echt heel erg netjes. Geen kraswerk of beschadiging op deukwerk. En wat natuurlijk wel prettig is, veel kilometer maken, de chauffeurstoel. Daarnaast multifunctioneel stuurwiel. Er zit een regensensor, een lichtsensor op. Zie hier de onderhoudshistorie. Kijk eens, alle stempeltjes staan er netjes in. Hij is weer toe in een beurtje, kunnen wij desgewenst uitvoeren. En, ook leuk, achteruitrijcamera. Daarnaast kun je je telefoon nog koppelen. Je kunt zelfs de muziek streamen. 6 versnellingen, airco. Ja, dat is echt een hele mooie bus. De 2.3's hebben we ook al ingeruild met 4 ton. Dus ja, die 2.30 zegt ook nog niet zoveel. Keurig nette staat. Ben je enthousiast? Ben je van harte welkom voor een proefrit. Zeg joh, ik wil liever eerst een voorstel. Misschien wel een financial lease voorstel. Doen 99% van onze zakelijke klanten. Binnen 5 minuten kunnen we het scherpste voorstel voor je opstellen. Inruilen doen we ook graag, ongeacht staatkilometers. We kunnen alles goed gebruiken. Desgewenst kunnen wij een voorafrij klaarmaken, zodat je maar 1 keer naar ons toe hoeft te komen. Dus uiteraard met voorbouw van proefrit. We kunnen ons voorstellen dat je druk genoeg hebt als ZZP'er. Maar als camper dus ook heel geschikt. Voor nu bedankt voor je tijd en aandacht en we horen graag van je. Tot ziens.